Rieke de Bruin, proficiat met de onderscheiding. Dankjewel. Hoe hebben ze jou meegenomen vanochtend? Gewoon niet meegenomen, ik was aan het werk. Ik zat bij de Rabobank en dan stopt er een bus en de burgemeester komt binnen. En het eerste wat ik dacht van, oh jee, ik weet niet voor wie dat die komt. Ja. En normaal weet ik alles. Ja. Dus ja, dat is dan een hele verrassing als ze dan zegt van, ik kom voor u. Ja. Nou, dan begint het wel je bloed even door je adem te gutsen. Ja. Ja, maar wel heel, heel leuk. Ja, ik ben er heel blij mee. Fijn. Dankjewel. En ik zou uit willen nodigen mevrouw Rieke de Bruin. U heeft Con Amore weer op de rails gezet en klaargemaakt voor de toekomst. Sinds 1996 bent u ook lid van buurtschap Klein-Zundert. Vanaf 2008 koos u als vrijwilliger voor de stichting Zundertse Gehandicapten, die elk jaar een carnavalsmiddag en een Sinterklaasmiddag op touw zetten. In Zwembad de Wildert coördineert u de activiteiten van de Vrolijke Vrienden, een zwemclub voor kinderen en volwassenen met een beperking. Net zoals het voor u vanzelfsprekend was om jarenlang de mantelzorg op u te nemen voor uw moeder en uw schoonvader. Tot slot noem ik de Palieterrun, een jaarlijkse rondrit op motoren met zijspan, speciaal voor mensen met een beperking. Ook hier bent u voorzitter van de stichting en zet u zich in als vrijwilliger. Een dankbare taak. De stralende gezichten van de deelnemers spreken steeds weer voor zich. Zijne Majesteit, koning Willem-Alexander, heeft besloten u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik ga u die versierselen opspelden. Nou, hij staat heel mooi.